De minister van Defensie van Suriname en Binnenlandse Zaken van Guyana hebben op 30 april samen met de Franse ambassadeur een gemeenschappelijk veiligheidsmasterplan ondertekend na de Guyana Shield Strategic Dialogue. De landen willen samenwerken om tijdig te reageren op gedeelde veiligheidsdreigingen zoals natuurrampen en georganiseerde misdaad. Minister Krishnakumari Mathura benadrukte de noodzaak van gezamenlijke actie en een holistische aanpak om de veiligheid en ontwikkeling in de regio te versterken. De inspectie van het ministerie van Volksgezondheid heeft op 10 april controles uitgevoerd bij diverse cosmetische klinieken om naleving van de gezondheidswetgeving te controleren. Het ministerie ontvangt regelmatig klachten over niet geregistreerde of niet regelconforme praktijken. Middelen die niet zijn toegestaan zijn in beslag genomen en er is verduidelijking gegeven over wettelijke vereisten. Het ministerie benadrukt het belang van wettelijke handhaving en roept op tot samenwerking van de samenleving om overtredingen te melden en orde te scheppen in de gezondheidszorg. De korpsleiding is tevreden met de resultaten van operatie Zero Tolerance. Ze zijn trots op de medewerkers en andere veiligheidsdiensten die samenwerken om zware criminaliteit te bestrijden. Criminaliteit is verminderd en het veiligheidsgevoel van burgers is toegenomen. De samenleving wordt bedankt voor hun bijdrage aan een veilig Suriname. Veiligheids- en verkeerscontroles gaan door, inclusief controles in het achterland. De opsporing en aanhouding van zware criminelen wordt voortgezet.